Goedemorgen allemaal, het is vandaag vrijdag 13 april. Ik besef net dat vrijdag de 13e is. En ik wil jullie een kleine update geven van een deel in ons appartementje. Wij hebben namelijk twee slaapkamers of twee kamers, waarvan één dus de hoofdslaapkamer is. En de tweede kamer ging een soort van hobbykamer zijn. Mijn bureau en mijn filmmateriaal en dan nog Shields en gitaren en zo. En deze kamer was volledig wit, maar we waren van plan om nog een soort vak te maken aan de muur waar dat we de gitaren van Gilles konden ophangen. Dat is af, dus ik dacht dat het wel een leuk moment was om dat eens te tonen tussendoor. Dus het afgewerkte deel zie je achter mij. Dit is dus het deel dat we nog moesten doen. Dus nu kunnen we alle verf wegdoen. Dus we hebben een mooi vak gemaakt. En daar hebben we dan vier van die, ja, dat zijn speciale hangertjes voor gitaren en optangen. Dus we hebben er zo vier opgehangen. Maar dit is dus het eindresultaat. We zijn super blij hoe dat is uitgedraaid. Vandaag vrijdag 4 mei. Het is ondertussen alweer veel later dan de andere stukjes in de video. Maar het is druk geweest. En ik denk er echt niet altijd bij na om te filmen of mijn camera uit te halen. Dus maar vandaag ga ik enkele dingen changen. Mijn make-up tafel komt in de slaapkamer en de kast met schuiven. Ik zal het even tonen. Deze kast gaat naar de tweede kamer. Het is kind of jammer, want ik vind het wel leuk die kast hier. Maar ik vind het iets logischer om mijn make-up tafel in de slaapkamer te doen dan zo in de hobbykamer. En die kast komt wel heel erg van pas daar. Alles wat erin zit, ondergoed en zo, dat ga ik in onze grote kleerkast steken. Maar daar ga ik nog schuiven voor kopen in de IKEA. Nu gaan we het gewoon even in de lade steken waar we nog plaats hebben. Dus dat is een beetje wat ik ga doen vandaag. Mijn make-up kast komt in plaats van deze kast. En ik ga die helemaal vullen met al mijn make-up, want daar is er nog een volledige doos van. En die ga ik dan verhuizen naar de andere kant. Make-up hierop verzamelen en dan ga ik ze sorteren in de schuif. Dus dit is alle make-up die ik nu nog heb. Ik heb redelijk veel weggegooid en die gaan we nu sorteren in de bakje.
mijn make-up tafel grotendeels gevuld. Ik heb al nog mijn zak met vooral basis make-up en dat is ook nog redelijk veel. Dus ga ik er ook bij brengen. Ja, ik ben content dat dat eindelijk gebeurd is. Dus dit mag toe. Oké, deze kast staat dus ook in de tweede kamer. Ik ga die nog niet opvullen, aangezien ik nog geen sorteerbakjes heb. En anders smijt ik het allemaal erin. Dan is dat ook maar half werk. Dit was het dan voor deze verhuisvlog. Hopelijk vonden jullie het toch een beetje leuk. Het is moeilijk om het bij te houden en om te kiezen wat ik moet filmen en wat ik niet moet filmen. Dus hopelijk vonden jullie deze video leuk. Als dat zo is, geef het dan zeker een thumbs up. Abonneren zeker doen, zou mij heel blij mee maken. En tot de volgende keer.